vrouw die mij heel erg heeft geïnspireerd is Marga Klompé. Een van de eerste vrouwelijke minister in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Echt een kanje van een vrouw. Die zich inzette voor met name sociaal en maatschappelijk werk. Zo heette toen het ministerie. Maar toch ook altijd er was. De enige vrouw in die tijd. Dat is natuurlijk een enorme stap geweest. En ze was echt een voorbeeld voor velen. Ik was toen nog heel klein. Maar ik vond dat altijd iets wat als je dat zou bereiken. Nou, dat is dan toch wel heel bijzonder. Zij was na haar ministerschap enige tijd daarna. Werd ze minister van staat. En ik heb dat die bijzondere benoeming ook ontvangen. Half dit jaar. En toen was het helemaal voor mij duidelijk. Dat is degene waar ik toen ook voor ben gegaan. Het werk van Atria is zo bijzonder. Dat is het enige kennisinstituut wat wij hebben in Nederland op het terrein van vrouwenarchief. En de hele geschiedenis van de vrouwenrechten ook in ons land. Het is natuurlijk ontstaan uit een tweetal organisaties. En nu Atria alweer enige tijd. En ik denk dat de naamsbekendheid van Atria er toe bijgedragen heeft de afgelopen jaren dat er nog meer belang aan wordt gehecht. En niet alleen aan de archieffunctie, of het erfgoed zoals we dat noemen, maar ook en vooral de verschillende onderzoeken worden gedaan. En laten we het ook even hebben over bijvoorbeeld de hele MeToo-discussie. En alles wat daarvan over kennis toch moet worden opgebouwd, willen we daar ook een goed antwoord over op hebben. Nou, eigenlijk omdat ik het werk zo belangrijk vind. Ik ben jarenlang voorzitter geweest van Talent naar de Top. Een organisatie die promoot dat vrouwen ook een doorstroming hebben in het bedrijfsleven. Daarvoor moeten bedrijven dan het een en ander doen. Moeten vrouwen zich inzetten en er ook voor kunnen gaan. Maar dat betekent ook van de bedrijven dat zij daar toch een aantal maatregelen voor moeten nemen. En de cultuur in de bedrijven dusdanig moet zijn dat ook vrouwen kunnen doorstromen. Als je daar dat onderwerp kijkt en je kijkt bijvoorbeeld naar het werk van Atria, is dat een fantastische aansluiting. Op die manier heb ik ook Atria leren kennen en toch ook veel mee samengewerkt. Dus ik vind het ongelooflijk belangrijk dat Atria deze positie heeft, maar ook kan blijven versterken naar de toekomst toe.